Laatst keek Ma naar een pan. Daar had spinazie in gezeten of zo. En ze stond op en ze liep er naartoe en pakte de opscheplepel. Hallo? Hallo? En ik schoot in de lach. En tegelijkertijd dacht ik, ach moedertje toch. Ja, prachtig. Heel erg mooi. Erik staat er alleen, maar er komen wel 20 personages langs. Ze zijn allemaal even raak. Het is een indrukwekkend verhaal en een hele mooie voorstelling. Ja, ik vond het een heel indringend portret en tegelijkertijd ook een heel menselijk portret. Dit verhaal maakt dat ik mensen wil vasthouden. Wil je geraakt worden, dan moet je komen. En wil je niet huilen, dan moet je niet komen. Ontroerend, aangrijpend, Rotterdams. Nou, ik zou de voorstelling graag willen omschrijven als een echte aanrader voor iedereen. Het boek is theater geworden. Het is echt een bijzondere avond. Hallo allemaal, je moet naar de voorstelling Ma gaan en je moet er de tijd voor nemen. Je moet gaan zitten, je moet gaan genieten, je moet het in je opnemen. En dan voel je hoe mooi het leven kan zijn en hoe kut het leven soms kan zijn. Maar volgens mij is dat in een uur en een kwartier precies ook wat het leven is. Dus ga kijken.